vandaag probeer ik dat de studenten met gebruikmaking van de iPad en het 4G-netwerk ouder beeldmateriaal, denk aan oude kaarten, maar ook gravures en schilderijen, gebruiken om sporen te zien van vroeger. 4G zorgt ervoor dat je online kan zijn op locatie. Dus dat je bijvoorbeeld op Google iets kan opzoeken. Dus de docent die loopt door de presentatie heen en wij kijken op ons eigen scherm mee. Dus je hebt geen groot blackboard nodig of een whiteboard. We kunnen het gewoon met een kleine tablet doen. De meerwaarde van de koppeling naar EduRoam is dat studenten heel snel kunnen schakelen tussen de webomgevingen en de leeromgeving. Er is ook een didactische meerwaarde, namelijk dat ik wat minder aan het woord hoef te zijn en dat de studenten zelf met dit device goed overweg kunnen en zelf ontdekkend leren. Ze lopen als het ware door de uitleg van Amsterdam heen en verplichte literatuur in deze cursus is dit boek waar we aan de start van deze stadswandelingen zijn gestart met gebruik van deze kaart. Nu dat we hem digitaal hebben, kunnen we veel interactiever benaderen en diepere lagen bereiken door andere bronnen aan te sporen. En de docent kan met die interactieve kaart nu gaan aanwijzen op een plek waar ze staan. Dat gebeurt op alle iPads tegelijk. Dat wordt doorgestraald en dan kan hij andere lagen van databases aanboren om diepere onderzoeksvragen te stellen. Het is wat tastbaarder en juist vanuit de collegezaal krijg je toch een wat afstandelijker beeld. En het is best te mooier natuurlijk om gewoon op de plaats te staan waar je het over hebt. Het gaat dit jaar heel goed in de praktijk om met 4G en met de iPad te werken. En ik hoop dat het uiteindelijk goed bijdraagt aan verdieping en inzicht bij de studenten.